van Beek. Loopt goed af. En voor de eerste keer eigenlijk met het gezicht richting het doel. En dus gevaarlijk, Elia. Gustafsson en weer Elia, die dus snel is en hem ook een voor krijgt. Gaat ook voorbij aan Jurrius. Maar gelukkig voor de Graafschap, niemand van Feyenoord daar in de buurt. Lammers. Samen was meegelopen. Wil, ook met een beetje gelukje. Vermeer met een hele goede reactie. En dan wordt hij wel in eigen doel gewerkt. Staat de Graafschap op voorsprong. En hebben ze wat ze willen. Hij voor Beek als laatste. Poging van Kwekel werd nog onschadelijk gemaakt door Vermeer. Maar Feyenoord is domweg te slapjes aan de wedstrijd begonnen. En krijgt hier de rekening. In de 14e minuut. De vrijtrap van Smeets, tenminste, dat wilde hij, maar er wordt wat geduwd en getrokken. Vermeer die zijn spelers tot kalmte maand. Kramer met de slag in het gezicht. Paasje loopt goed af omdat El Amadi doorliep. Even daar bij de tweede paal. Hier komt Elia. Tegen Jurrius aangekomen. Vrije trap met Venović achter de bal. Ja, die kan dat wel. Venović. Even terug van kaart. Venović. Verre hoek. Jurrius. Goed gered. Straalman, wat een aardige actie. Ook dit mag er zijn. Vermeer. Lag daar al, maar wordt volgens nog gered. Er is nog een kans voor Vida. Maar die kans is nu alweer weg. Zeer opmerkelijke wedstrijd tot nu toe. Zeer goed van de Graafschap. Zeer matig van Feyenoord. Tesselaar. Door de benen bij Kuit. Tesselaar. En de voorzet is ook prima. Vermeer moet zich strekken om de inzet van Wil tegen te houden. Tesselaar. Met een prachtige beweging. Dat is toch prachtige voetbal. En Feyenoord staat erbij. En kijk ernaar. Vermeer moet komen, maar wordt daar tegengehouden. Dus is die bal binnen en is het 2-0 of Makkelie keurt hem af. Ja, Vermeer werd tegengehouden, dat is waar. Het is wel zo dat Van der Paven springt zonder de bal. Hij heeft goed oog voor waar Vermeer komt en dat is wel door Makkelie goed gezien. El Amadi. Kuit. Van Nieuwkoop. En daar is Kramer die de bal niet goed raakt. Goeie voorzet van Bart Nieuwkoop. Ongeloof. En nog niet draaien. Dat is mooi geopend. Keurig binnengehouden. Nieuwkoop. Daar is Kuit. Daar is Jurrius met de goede reflex. Feyenoord is goed begonnen aan die tweede helft. Jurrius, twee vuisten. Goed schot van Gustafsson, die de bal nog een keer terugkrijgt. Nu van Elia. Dan moet hij hem met rechts voorgeven. En dan is het van dichtbij niet moeilijk voor de man die altijd op de juiste plaats weet te staan. Het is toch, nou ja, ongelooflijk niet, want dan ziet hij met eigen ogen. Maar 5 minuten na rust heeft Feyenoord de schade voor de helft gerepareerd. Want het wil hier winnen. En moet dat ook gezien de ambities. Elia. Elia. En weer voorbij. Kuit. Net naast. Weer een goed moment van Elia. Vilena. Vilena en kijk eens hoe vrij Elia. En dan gaat hij erin ook omdat Jurrius een totaal verkeerde keuze maakt.
Bal komt recht op hem af, maar dan denkt hij hem weg te kunnen trappen. Wat denkt hij eigenlijk, Julius? Die moet die bal natuurlijk gewoon pakken. Elia vrij en Julius weet het zelf. Daar moet je iets anders mee doen dan de keuze die hij maakt. Dat ziet er zeer ongelukkig uit. Vermeij van de Heide en met een beetje mazzel Vermeij. Nou, Vermeij, te veel tijd nodig. Kan nog, daar is de man die zo gewisseld gaat worden, Smeets. Julius, de doelman, meldt zich om het jongensboek van Schlemiel tot held vol te schrijven. Het eerste deel is klaar, dat wil hij het liefst niet lezen. En voor het tweede deel is geen ruimte, want Vermeer pakt. Opluchting bij iedereen die Feyenoord is. En de Graafschapssupporters uiteraard begrijpelijk teleurgesteld. Feyenoord houdt 3 punten over aan deze wedstrijd. En de Graafschap moet het doen met veel complimenten. En de gedachte dat dat toch ook een keer winst moet opleveren.